weten niet precies wat er gaat gebeuren in januari 2020. Het enige wat wij wel weten is dat de Bellinga's doorgaan met vloggen. En dat je op de link onder deze video kan registreren op bellinga.tv. Kun je een gratis account aanmaken. En daarin kan je ons natuurlijk altijd blijven volgen. Want daar zijn al onze vlogs voor jullie helemaal klaar. Hier op school, Alex, je moet eerst... Zo, doe mijn zoon één voor mama. Tadaa. Kerstkaartje voor ons gaan. Kerstkaartje schrijven. Verwarring ontstaat. Kijkt heel veel YouTube. Nooit verteld. Kijk het cadeautje. Wat doet ze dan? Wauw. Een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's. Familievloggers. En je hebt wel, het is dinsdagochtend. We zijn lekker aan ons ontbijt. Althans, kinderzaal. Klaar met ontbijt. En hier is Lucilla. Goedemorgen. Mooie kleurplaat. En daar is Luan met Luxie. Mooie Ellie en Rikkie liedjes aan het zingen. Goedemorgen. Hey Luan, ga je als Piet verkleed naar school? Ja, maar waarom? Ik ben alleen maar Pietenmuts kwijt. Hopelijk heb je geen auto. Ga papa nog even zoeken. Maar wat leuk joh. Wat ga je doen op school dan met de Pietenpak? Ja, nou, weet je wat we vaak eigenlijk hebben? Oh. Nou, dat was ook toen ik in groep 2 zat... Iedere klas heeft dan allemaal van dat kleine spelletjes en lekkere snoepdingetjes. En dan gaan we elke keer over 2 minuutjes naar een andere klas en dan die spelletjes doen. Dat Want is dat leuk. Dat doen we elke jaar als Sinterklaas er is. Dat is leuk. Nou, heel veel plezier dan, hè? Ja, dank je. En Luxie gaat met papa mee, want mama gaat de juni 2019 jaar movie editen. Ja. Hè? Nou, ik zou zeggen jasjes en schoentjes aan mama. Edit ze, veel plezier met de juni movie. En wij gaan gauw naar school. Zoals kleine hand van de pottenbakker, zo werd zin in de hand eromheen. Zoals kleine hand van de pottenbakker, zo werd zin in de hand eromheen. Daniel, Daniel, vertrouw op God, hij hoort je wel. Daniel, Daniel, vertrouw op God, hij hoort je wel. Zing maar mee, Pep. Pip, zing mee. Zo, nou, nu zitten ze in de gordel. Heel veel plezier op school, hè? Dankjewel. Tot vanmiddag. En daar is Piet Luan. Nou, jongen, op naar school. Veel plezier, hè? Ja, dankjewel. Ziet er mooi uit, jongen. En Luxie gaat ook mee, met papa. Veel plezier op school, liefjes. Tot straks, hè. Luxie, het eerste boodschapje is even. Papa geeft een tas vol met overige kleren die wij niet meer gebruiken. Aan de gift zitten. Mama? Ja, mama is een jaarvlogje aan het editen. Zo, nou. Mooie schoenen, kleren. Veel succes bij jullie nieuwe eigenaar. Zo, lieve Luxie. Ga je papa helpen? Ga even een boodschapje halen. Ah, Luxie moet eerst even een parkeerkaartje halen. Weet je wat een parkeerkaartje is? Dat is een briefje die je dan achter je vooruit legt. En dan kan de parkeerwachter zien. Oh, ben ik nog even betaald. Het is wel leuk zo met jou op de arm. Kijk, Luxie. Dit is dus de parkeerkaartjesmachine. Zo, dan Luxie, heb je parkeerkaartje. Kijk, dan leggen we die achter het vooruitje. Nou, autootje op slot. Papa handje. Auto op slot, kaartje achter het raam. En dan naar de winkel. Oh, dat is een plas. Oh, ja, daar heb je laarsjes voor aan. Ja. Daarvoor heb jij mooie laarsjes aan. Zo, nou, daar zitten we dan. Ga je in ons wagentje. En als je dan niet lopen wil, dan draag ik je. Hoor je daar, hè? Nee? Zo, Alex. Wil je deze voor papa? Kijk eens. Een lief konijnenknuffeltje. Lieve Luxie. Nou, zacht, hè? Alsjeblieft. Klein konijnenknuffeltje van papa. Ik kreeg ook altijd een prulletje van mijn papa of mama. Als ik ermee ging. Nou, daar gaan we naar. Milaan, man. Kijk eens even. Dit is een testje. Oh, wat is dat? Dat is een mooie rode schoen. Met een hakje. Ja, doe je hem eraf. Hou hakje vast. Ja, even ruiken. Oeh, die ruikt lekker, hè? Zullen we zo een even lieve mama meenemen? Ja. Omdat papa zo verliefd op mama is voor altijd? Ja. Oké, neem we zo een voor mama mee. Zo, Luxie, kijk, papa heeft hier de kerstkaartjes gevonden. Doe dit jaar denk ik deze en deze. Vind je die mooi? Ja.
Noem die twee. Oh, door al die gangpaden heen komen steeds meer dingetjes tegen. Ja, papa gaat ook voor de bel. Zal mama wel lachen straks, dan zie je dat. Net zoals ik dat altijd heb. Ga ik meer naar huis dan gaan. Zo, nou Luxie, we gaan deze 6 kilo's inpakken. Luxie, zullen de vingersknippers ingepakt? 1, 2, 3. Tada, alles ingepakt. Nou Luxie, zullen we nou eventjes een kopje thee gaan drinken bij opa en oma? Terwijl wij een kopje thee gaan drinken bij opa en oma, gaan we daar ook alvast even een eerste kerstkaartje voor inschrijven. Hallo. Kom maar, vriendinnetje. Hallo, Aske. Opa, wij komen een kerstkaartje schrijven. Oh, laag Aske. Laag Aske. Hé, hey, opa. Kom. Kom maar. Geef je opa's even een high five. Geef opa high five. Hallo, opa. Hallo, Aske. High five. Boom, ja. High five. High five, Aske. High five, ja. Wat doet hij nou, hè? Gekke hand. Oscar stoeit, hè? Zo, nou, Luxie. We zijn gezellig op visite bij opa en oma. En Luxie, we hebben hier het mooie eerste kerstkaartje voor 2019 geschreven. Dat is even heugend. Dat is jullie mijn eerste kerstkaartje. Eerste kerstkaartje is er fijn. Hé, jullie. Wij gaan door. Dan lieve opa. Oscar, een kusje. Hai, hai. Wat gezellig. Hai, hai, maar een kopje. Zeg maar bedankt voor het spelen en de gezellige kopje thee. En lief papje. Nu heb je zijn neus niet. Ja, hoor. Zo. Zo. Was gezellig, Luxie. Papa heeft met jou genoten. Bedankt voor de papa Luxie quality time. Op en mama. Oké, jongens, ik ben hier heel eventjes speciaal voor gaan zitten. Want ik wil het met jullie even hebben over iets wat nu echt ontzettend veel op YouTube speelt. En we zijn zelfs in het Joostjournaal voorbij gekomen. En aan de hand van heel veel online reacties op mijn social media, kan ik daar niet natuurlijk allemaal apart op gaan antwoorden. En is er gewoon heel veel verwarring ontstaan over ons als familievloggers. En waar heb ik het precies over? We hebben het over de nieuwe wetgeving die ingaat in januari 2020. En wat eigenlijk betekent dat er heel erg veel dingen gaan veranderen op YouTube, in de hele YouTube-wereld, in de hele YouTube-community. Als je het toevallig is ontgaan, ik wil heel erg kort daar even op ingaan wat er precies in de hand is. En in makkelijke taal, ook voor de jongere kijkers onder ons, uitleggen wat er precies aan de hand is. Er is een wetgeving, een privacywetgeving voor kinderen, die eigenlijk al heel lang geleden is vastgesteld, nog voordat heel YouTube en heel de internetwereld was zoals die nu deze dagen is. En die wet gaf eigenlijk aan dat kinderen beschermd moeten worden om persoonlijke gegevens te verzamelen, om daar specifieke reclames voor te maken. En toenertijd konden kinderen natuurlijk nog niet echt makkelijk hun gegevens ergens invullen of een naam of e-mail ergens achterlaten. Maar tegenwoordig is het natuurlijk heel erg makkelijk om cookies op je browser te plaatsen. Waardoor je het zoekresultaat, het gedrag, het kijkgedrag van degene die naar een social media platform kijkt, kan vaststellen. En daar aan de hand daarvan kan zien. Ik wil het even makkelijk in kindertaal uitleggen nu toch. Op de kindergebeuren zijn bezig zijn. Kijk, stel, ik heb even een heel leuk voorbeeld. Stel, dit is Lucilla. Lucilla kijkt heel veel YouTube. En wat zij ziet, dat wordt natuurlijk gezien door YouTube. En als een filmpje is afgelopen, klikt ze op het volgende en op het volgende en op het volgende. En ze kijkt heel veel leuke kindervideo's. Waarop YouTube een cookie, hier hebben we hem, een cookie dropt op deze telefoon. Waardoor deze telefoon dat cookie kan onthouden wat Lucilla allemaal kijkt. De volgende keer als Lucilla een dag later weer terugkijkt, krijgt Lucilla allemaal video's aanbevolen op haar kijkgedrag. Van, oh Lucilla, je vond gisteren dat leuk. Misschien vind je dan deze video, die er een beetje op lijkt, ook wel heel leuk. En deze ook wel heel leuk. Dat is het op zich natuurlijk hartstikke handig. Maar ook reclames gaan op deze manier. Er wordt een cookie gedropt op de iPhone van mama, waar Lucilla naar kijkt. En ze laat vervolgens reclames zien wat Lucilla misschien wel leuk vindt om te kopen. Bijvoorbeeld een leuke pop of een leuke Barbie of een leuk ander speeltje. Wat vervolgens mama weer moet horen. Mama, mama, ik wil die pop, die heb ik gezien, die vond ik heel erg leuk. Waarop mama dan naar de winkel gaat om zo'n pop te kopen, bij wijze van. Als ze jarig is. Nou, dat is eigenlijk het hele gebeuren van het privacy voor kinderen. Want kinderen behoren niet behoren beschermd te worden voor dit soort gepersonaliseerde reclames. Daar kun je een hele grote discussie over houden. Over wat ik er persoonlijk van vind. En ja, weet je,
Dat is een iedere ouder voor zichzelf. En dat is eigenlijk een beetje wat er nu op dit moment gaande is. Want officieel mag dat dus niet. Bedrijven mogen dus niet officieel cookies droppen voor gepersonaliseerd zijn voor kinderen. En dat is eigenlijk wat er nu een beetje gaande is op YouTube. Want op YouTube gebeurt dat wel. Wat trouwens bijna overal volgens mij op heel social media gebeurt. Al jaren. En nu zijn ze daar, hebben ze daar actie in ondernomen. Is in principe prima. Want ja, privacy voor kinderen moet je natuurlijk beschermen. Daar is niks mis mee. Maar het heeft natuurlijk wel gevolgen. We horen het van heel veel andere mede YouTubers. Dat kan in de gaming zijn en de vlogging en allerlei. Van oh, we moeten stoppen en het gaat niet meer. En heel YouTube gaat kapot. En Daniel en ik zijn best wel optimistisch hierin. En wij gaan niet stoppen. Dat wil ik even al voorop gezegd hebben. Want ik krijg namelijk heel veel persoonlijke berichten. En ook heel veel reacties op mijn Instagram. Van oh, wat jammer dat jullie gaan stoppen. Jongens, ik heb nooit gezegd dat we gaan stoppen. En wij gaan ook nooit stoppen. Want laten we vooropstellen, Daniel en ik maken video's voor onze kinderen. Als herinnering, als nalatenschap. Wij vinden dit zulke waardevolle jaren. Wat we met ons gezin mogen beleven. Dat wij graag vloggen. Om het achter te laten van onze kinderen. En om laten terug te kijken aan de herinneringen. Dus de reden waarom we vloggen is het voornamelijk om de herinneringen te creëren. Zoals jullie horen is mijn stem nog steeds heel slecht. Nu al voor de vijfde dag. Dus ik moet af en toe even wat water nemen. Omdat ik al best wel veel praat op dit moment. En dat slaat een beetje op mijn stembanden. Even een slokje hoor. Toen Daniel en ik begonnen met ons YouTube kanaal. Zo'n 7 jaar geleden. Was dat helemaal niet om daar inkomsten uit te halen. We wilden toen graag gewoon mensen inspireren en motiveren het beste uit het leven te halen. En even later zijn natuurlijk ook gewoon vlogs uit voortgekomen. Want die ontstonden toen. Dat bestond voorheen nog niet. Toen we begonnen, daar kwamen we er later achter. En zo ontstond als eerste vlog van toen nog baby Luan. En uiteindelijk is het gegroeid wat het nu is natuurlijk. Ons gezinsleven te vloggen. En het eigenlijk voelt het als documenteren van ons leven. Want zo zien wij onze vlogs. Het vastleggen van hoe het leven nu is. Dat daar uiteindelijk toen inkomsten uit zijn gekomen. Wisten wij in principe, toen we met YouTube begonnen, wisten we nog helemaal niet dat je daar inkomsten uit kon halen. En Daniel en ik hebben echt hele spannende tijden gekend. Ik heb ook altijd gewoon een fulltime baan gehad naast het YouTube gebeuren. Want YouTube was erbij. De vlogs die we toen maakten was erbij. En ik deed dat naast mijn fulltime werk als store manager in de schoenenwinkel. En Daniel naast zijn coachingwerk wat hij deed als ZZP'er. En dat hebben we altijd erbij gedaan. En op een gegeven moment, dit heb ik volgens mij nog nooit verteld. Dat wil ik nu best wel vertellen. Op een gegeven moment ben ik ontslagen op mijn werk als store manager. Toen ik zwanger was van Lucilla. Omdat de crisis heerste en het bedrijf waar ik werkte ging failliet. En mijn winkel moest sluiten. En er zat voor mij niks anders op dan weer thuis te gaan zitten. En ik moest het hele sollicitatieproces weer in. En dat was echt, geloof me, dat was drama voor mij. Want ik had 11 jaar voor dit bedrijf gewerkt. En ik had mijn hele hart en ziel. Ik was opgegroeid in dit bedrijf. En opeens, van de een op de andere dag, niet meer werkzaam te kunnen zijn. En dat bedrijf was voor mij heel erg. Dus ik viel echt in een soort zwart gat. Maar YouTube hield mij op de been. We maakten toen nog steeds nog vlogjes. En we gingen meer vloggen. En ons dagelijks leven vastleggen. En dat ging groeien. Ondertussen moest ik gewoon solliciteren voor baan. Want ja, we moesten ook gewoon in inkomsten komen. En ik moet wel zeggen dat wij echt net rond konden komen. Toen Lucilla net was geboren. Het ging echt allemaal precies. En ik had toen ook nog wel een uitkering. Omdat ik was ontslagen. Dus dan heb je nog zoveel maanden dat je naar een nieuwe baan kan zoeken. Maar op een gegeven moment, het ging echt niet meer. En de allerlaatste maand, jongens, dat ik een uitkering, wat uitkering, zoveel was het niet, wat uitkering kreeg, omdat ik was ontslagen door de crisis. Zaten Daniel en ik met de haren in het haar, want ja, ik had voor de rest geen ander vervangend iets. En op dat moment was het zo bijzonder, was YouTube inkomsten vervangend voor mijn uitkering, wat ik toen had. En vanaf wanneer was dat, konden wij rondkomen, jongens, van YouTube. En wij zijn daar tot op de dag van vandaag nog zo dankbaar voor dat ons toen zo is overkomen. Dat het uit is gaan rollen vanuit onze passie. Dat daaruit inkomsten zijn gekomen waardoor wij gewoon ons leven konden onderhouden, zeg maar. En daarna, de jaren daarna, zijn wij zo ontzettend gegroeid. Wij zelf zijn gegroeid, maar ook de kinderen zijn gegroeid. Ons YouTube kanaal is gegroeid. Alles groeide met ons, groeide mee. En de passie voor video's maken, voor het vastleggen van het leven, groeide voor Daniel en mij ook altijd. Voorheen maakten we ook altijd al video's voor YouTube bestond. En maakten we ook al echt video's van hoe Daniel en ik daten. Dus echt nog voordat we kinderen hadden. Dus dit is zo wie Daniel en ik zijn.
En dat er zoveel mensen met ons mee mogen kijken. Met ons mee mochten leven of mogen leven. En dat er zo'n grote, liefdevolle YouTube-familie uit is ontstaan. Want jullie voelen als een familie. Dat is gewoon iets wat onbetaalbaar is. En dat is de grootste motivatie van altijd alle doorzettingsvermogen wat we hiervoor nodig hebben gehad om dit te bereiken. Om even terug te komen op de regels van YouTube. YouTube heeft dus een bepaalde boete gekregen. Ik weet niet hoeveel dat is. Van de FTC. Dat is vanuit Amerika. Omdat ze dus niet aan deze privacywet hebben voldaan. De afgelopen jaren die zijn geweest. En daarvoor hebben ze een boete moeten betalen. En ze moeten de regels eraan aanscherpen. En ze leggen al die verantwoording bij de creators neer. Dus de YouTubers. Wij. Om aan te geven als wij video's uploaden of die voor kinderen zijn of niet. Nou, dat is in principe, is daar vind ik persoonlijk niks mis mee. Alleen YouTube stelt ons twee keuzes als wij video's uploaden. Is je video voor kinderen voor boven de 13 of is je video voor kinderen onder de 13? Als eerste maken Daniel en ik niet video's specifiek voor één bepaalde doelgroep. We maken het in principe voor onszelf en voor onze eigen kinderen. En alle mensen die daarvan mogen meegenieten. En onze doelgroep is ook best wel verschillend. En ja, daar kijken heel veel kinderen inmiddels. Omdat natuurlijk wij ook kinderen hebben. En kinderen vinden het leuk om naar kinderen te kijken. En dat schept ook een band. Dus ja, we hebben ook heel veel jonge kijkers die ons kijken. Maar oh ja, we hebben ook heel veel volwassen kijkers die kijken. Zoals de mama's, de papa's, de opa's en de oma's. Mensen in het bejaardentehuis die zich eenzaam voelen. En het heel erg fijn vinden om onze video's te volgen. Waardoor ze toch het gevoel hebben dat ze die dag een stukje geleefd hebben. Dat horen we ook heel erg vaak. En ook gewoon studenten, jongenstellen. We hebben om dat opzicht hebben we een heel groot, breed publiek. Dus als wij een keuze moeten maken tussen twee verschillende categorieën, onder de 13 of boven de 13, is dat voor ons eigenlijk bijna niet te kiezen. Maar voor YouTube, als wij naar de YouTube-richtlijnen kijken, staat er dat als er in jouw video's ergens een kind voorbij komt, al is het op de achtergrond, dan zijn je video's voor onder de 13 jaar. Nou, daar kunnen we niet onderuit. Al onze video's zitten natuurlijk kinderen in. Dus in principe zouden volgens de YouTube-lijnen moeten wij ons kanaal aanvinken voor kinderen onder de 13 jaar. Nou, zou je denken, Farah, wat is er dan erg aan? Nou, de functies die veranderen aanzienlijk als wij dus ons kanaal instellen op kinderen onder de 13 jaar. Want wij kunnen dan geen infokaarten meer aan onze vlogs toevoegen, wat jullie altijd hierboven zien. Het einde van de vlog kunnen wij geen doorklikbeeldjes meer doen naar een volgende vlog of een vorige vlog of een abonneerknop. Die kunnen we ook niet meer gebruiken. De reacties die stonden al uit, die blijven uit, die gaan niet meer aan, maar dat gingen ze toch al niet. De community post, waarin ik jullie regelmatig op de hoogte houd van bepaalde dingen, die functie valt ook weg. Maar nog eigenlijk wel het allervervelendste is dat de voorgestelde video's die YouTube voorstelt aan jullie, als jullie een vlog van ons hebben gekeken, die functie valt ook weg. En wat ook heel erg jammer is, is dat je ons zelfs niet meer kan zoeken in de zoekbalk, in de zoekresultaten. Dus als je zoekt Bellinga's of Farah Bellinga vlogs, familievloggers, kun je ons ook niet meer vinden. Dat zet YouTube allemaal uit. Om de aanbevolen video's, als je bijvoorbeeld een video hebt gekeken en op het einde van de video krijg je weer een andere video van ons te zien. Of in een zijbalk zie je ook wel eens allemaal meerdere soorten video's, waardoor jullie tot ontdekking komen dat er nog meer vlogs van ons zijn en heel veel andere soorten video's nog kunt terugkijken als je wat hebt gemist. Die functie die valt ook weg. Nou, wat betekent dat nou? Dat er ook heel veel van jullie kijkers ons niet meer kunnen vinden, ons niet meer kunnen zien. Niet meer weten dat er nog veel meer leuke vlogs zijn, want die worden niet meer voorgesteld. En je kunt ze zelf ook niet meer vinden, tenzij je er helemaal zelf op gaat zoeken op ons kanaal. En nou ja, ook de abonneerknop zal het niet meer doen, het belletje zal het niet meer doen. Zoals je hoort zijn er best wel veel functies waarvan wij heel veel profiteren. Die vallen allemaal weg op ons kanaal. En eigenlijk op alle kanalen die dus deze functie moeten aanzetten. Dat zou natuurlijk super jammer zijn, want we maken video's ook om te delen. Daarom zetten we het op YouTube en houden we het niet voor onszelf. En vinden we het natuurlijk heel erg jammer als heel veel mensen dat missen. En die ook met ons meeleven, eigenlijk al jaren met ons meeleven, die dat niet meer kunnen zien of niet meer kunnen vinden of geen berichtgeving meer van krijgen. Dat is natuurlijk super zonde. Daarnaast krijg ik heel veel reacties. Oh, Farah, we hebben gehoord en die moeten gaan stoppen. Die moeten weer een baan gaan zoeken. Ga jij ook weer bij de schoenenwinkel werken? Nou, ik kan jullie in ieder geval
geruststellen. Daniel en ik hoeven niet bij een schoenenwinkel te werken. Daniel hoeft niet ook zijn oude coachingwerk weer op te pakken. Dat in principe zijn we daar best wel safe. Wellicht gaan we er inderdaad wat op inkomsten onderuit. Maar jongens, dat is dan niet anders. Het is ook niet het belangrijkste in het leven, zeggen Daniel en ik altijd. Als we maar met elkaar zijn en als we maar gelukkig gezond zijn. En dat is wat het is. En wij blijven in ieder geval doorgaan met vloggen. Het zou ook zo kunnen zijn dat ook je kanaal verwijderd kan worden. Ik heb geen idee. Ik denk niet dat dat gebeurt trouwens. Maar wij hebben al onze video's safe staan in onze Pellinga fan app. En daar staan alle vlogs en video's in die we afgelopen jaren hebben gemaakt op YouTube. Die staan allemaal in onze eigen app. Dus wij zullen altijd onze eigen vlogs behouden. En die herinneringen blijven altijd bestaan. Sorry, ik moet even een slokje water drinken. Wij denken dat dit het niet gaat winnen. Dat deze regelgeving toch op een of andere manier aangepast wordt naar de tijd waarin we nu leven. Want het is een hele oude wet van jaren geleden. En die is nu niet meer, naar mijn inzien, is die niet meer echt heel erg relevant op hoe het nu is. Want het is nu zo anders. Dus wij hopen en bidden dat deze regelgeving nog iets wordt aangepast. En dat het niet zo streng wordt doorgevoerd als dat het nu, dat ze nu zeggen. Maar Daniel en ik gaan gewoon door met vloggen. We gaan gewoon door op YouTube met dagelijkse vlogs. Dus je kunt gewoon onze YouTube-video's zien. Als je ze opzoekt, als je op ons kanaal kijkt, kun je gewoon alle video's blijven zien. Maar Daniel en ik hebben natuurlijk ook altijd nog Pellinga TV. Onze Pellinga TV-app. Die moet op dit moment geüpdate worden. Want die had wat updates gemist. Daar zijn wij nu achter de schermen hard mee bezig. Maar je kunt je wel gewoon gratis registreren via de webversie. Dat is op Pellinga.tv. Kan je gratis even registreren. En daar kan je alle vlogs, alle video's terugzien. En dan zullen ook gewoon iedere dag de nieuwe vlogs ook daar te zien zijn. In een app waar je alles bij elkaar hebt. En dat is natuurlijk ook hartstikke handig. En ook leuk voor de jongere kijkers onder ons. Voor de mama's en de papa's die kijken. Dat het ook een veilige omgeving is waar je al onze vlogjes kan terugzien voor een app. Dus die kun je straks downloaden. Maar je kunt je nu alvast even registreren bij de webversie ervan en de app. Zodra die geüpdate is, zullen we jullie dat doorgeven. Dus ja, er gaat heel veel veranderen in heel YouTube-land vanaf januari 2020. Niet alleen bij ons, maar eigenlijk heel YouTube moet zich hieraan gaan aanpassen. Niet alleen in Nederland, maar in Amerika. In alle landen die hebben aan deze regels te voldoen. En dat is niet alleen voor ons als YouTubers, maar ook natuurlijk voor degenen die kijken. Ook Luana en Lucilla. Luxie die kijkt ook YouTube. Luxie die kijkt Boomba. Die kijkt Hopla. Lucilla die kijkt heel veel van die Engelstalige Hello You Finger filmpjes. En Luan die kijkt heel veel muziekvideo's. Er zijn ook heel veel kinderkanalen die straks niet meer kunnen bestaan. Omdat hun inkomsten zo drastisch naar beneden gaan. Dat ze het produceren van dit soort video's. Dat kost natuurlijk ook geld. Kijk, onze vlogs kosten niet zoveel geld om dit te produceren. Maar als je een hele animatievideo maakt, daar heb je wel investering voor nodig. Maar als je daar niks meer van verdient, ja, dan kun je het natuurlijk ook niet maken. Dus het zal wel helaas, ik hoop het niet. Maar helaas kan er best wel wat content voor kinderen verdwijnen op YouTube. Omdat dat gewoon niet meer rendabel is voor makers om dit te maken. Maar wij zijn eigenlijk de een best wel heel erg optimistisch. Want waar deuren sluiten, jongens, daar gaan ook weer andere deuren open. En wie weet wat het nieuwe jaar weer voor ons in petto heeft. Wij, Daniel en ik, hebben het in ieder geval nog heel erg veel leuke andere plannen. Die we ook nog allemaal willen uitwerken. En super enthousiast over zijn. Dat gaan we ook nog allemaal uitwerken. Daar krijgen we ook ontzettend veel energie van. Dus Daniel en ik zitten nog vol plannen. Superleuke plannen voor het nieuwe jaar. En wij laten ons in ieder geval er niets en niemand tegenhouden. Want wij doen wat wij leuk vinden. Wij leven onze passie. Wij leven onze droom. En dat daar zoveel mensen zoals jullie van mogen meegenieten, daar zijn we heel erg dankbaar voor. Excuses als het allemaal een beetje te lang gepraat was. Maar ik wilde toch zo goed mogelijk deze informatie aan jullie delen. Hopelijk zijn jullie nu weer als update. Hoeven jullie nergens zorgen over te maken. Want de Pellinga's blijven gewoon bestaan. We blijven gewoon doorvloggen. We blijven gewoon met elkaar in contact. En bij elkaar in het leven. Want jullie zitten ook in ons hart en andersom. Dus onze band, onze YouTube-band, onze familievlogband, die blijft altijd bestaan. Wij weten niet precies wat er gaat gebeuren in januari 2020. Het enige wat wij wel weten is dat de Pellinga's doorgaan met vloggen. En dat je op de link onder deze video kan registreren op pellinga.tv. Kun je een gratis account aanmaken. En daarin kan je ons natuurlijk altijd blijven volgen. Want daar zijn al onze vlogs voor jullie helemaal klaar. Hopelijk vinden jullie het fijn even deze update gehad te hebben. En blijven jullie natuurlijk met z'n allen gewoon onze dagelijkse vlogs volgen. En zoeken jullie ons gewoon op ons eigen kanaal op. Of natuurlijk in onze app. Daar kan je ook alle video's gewoon bekijken. En staan ze iedere ochtend allemaal gewoon weer voor jullie klaar. Zoals jullie van ons gewend zijn, jongens. Dikke kus en ik ga weer snel weer verder. Want volgens mij wordt Luxie wakker. We zijn weer even een hele tijd verder. En Daniel en ik hebben achter de schermen even wat voorbereid voor vanavond. Want het is vanavond
pakjesavond voor ons in de vlog. We hebben hier een extra bonusvideo van opgenomen. Die hebben jullie al online gezien als het goed is. Heb je die niet gezien, check even pakjesavond 2019. Dan kan je die online zien. Maar wij gaan vanavond pakjesavond vieren. Vandaar dat we alles eventjes een beetje hebben opgeruimd. Luxie die is net wakker. Papa die gaat zo even Luan en Lucilla van school halen. We hebben de gordijnen dicht zitten. En daar hebben we de gordijnen dicht zitten. Want anders komen de pieten niet natuurlijk. Want er moet wel alles dicht zitten. We hebben een extra lamp even opgezet. Zodat onze huiskamer toch enigszins een beetje licht heeft. Anders is het heel erg donker. Dus wij gaan zo meteen een pakjesavond vieren. En papa die gaat de kinderen even van school halen. Ik ga in de auto. Tot zo. En Lux is net wakker van de slaap. Wie horen wij daar? Die komen naar thuis. Nee, we hebben de gordijnen vast gedaan. Voor pakjesavond. Daar is Luan. Oh, daar is Luan. Oh, was dat leuk op school? Ja, kom er maar in. Hoe is dat Pip mee? Gaan we eerst eten of niet? Oh, we gaan gewoon eerst beginnen en dan tussendoor kunnen we kijken lekker wat kunnen gaan eten. Ja, en mam. Vind je dat goed? Ik heb alleen pepernoten. Oeh, nou die komen goed van pas bij pakjesavond. Of moet ik die daar bij het schoenen neerzetten? Bij de schoenen. Nee, vandaag hoef je geen schoen te zetten, schatje. Maar misschien komen ze vandaag aan de deur. Aankloppen aan de deur. En er staan er misschien één zak of twee zakken met heel veel cadeautjes. En we gaan dat hier uitpakken. En ik hoop mijn lievelingscadeautje. Maar lekker de jassen uit, de schoenen uit. En dan gaan we beginnen met pakjesavond. Goed? Ja, Leon is al een pieter. Dat was hij op school, die fiets. Oh, hoe is dat Pipje? Die zijn ook allemaal door het dolle heen. Ja, kijk, die zijn door het dolle heen, Luxie. Wat doen ze nou? Wat doen we zo, Pipje? Kijk, wat zijn ze allemaal aan het doen? Ja. Luxie zegt nee. Wat doen ze dan? Ze zijn aan het stoeien, hè? Ja. Wat doen ze aan? Hé, beste Piet. En dan ben ik vergeten, maar eerst ook gewoon wat het helemaal is. Ja, en linkerbeen, rechterbeen, draai me open, nummer 1, handen vast, zijn je maar een buig neem, dat is klaar. Wauw, heb je een nieuw liedje geleerd? Leuk, schatje. Bij beste been. Nou, we zijn weer lekker met z'n allen thuis. Nou, wij gaan deze vlog afsluiten, want we gaan nu onze pakjesavondvideo gaan we filmen. Dus vond je dit weer een leuke, hopelijk ook een beetje informatieve vlog? Doe dan de duimpje omhoog! Vergeet niet te abonneren en klik op het belletje. En we zien je morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen! Doei! En pakjesavond, kijk zeker naar die vlog, hè? Doei! Ja, doeg! Voeg je hart, bom mee, wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft de tempo aan. Als je danst, bom mee, geniet je echt het meest.